Oké. Okay. Goed. Even vooraf, in ieder geval het goede voorbeeld gevende om even uit te leggen hoe dat dan zit met de auteursrechten van deze presentatie en het materiaal. Deze presentatie is voorzien van een Creative Commons licentie, daar zal ik straks nog even op terugkomen. En het betekent dat ik bij deze vooraf jullie toestemming geef om een aantal dingen te doen. En daar hoef je me dan niet nog een keer apart toestemming voor te vragen. Het betekent dat je de presentatie mag kopiëren. Je mag hem ook gebruiken om zelf een presentatie te houden. Je mag er stukken uitknippen, hergebruiken. Dat heet dan zo'n mooi afgeleide werken maken. En daar hangen dan een paar voorwaarden aan vast. Eén voorwaarde is dat je daar bronvermelding, naamsvermelding bij doet. Dus dat je wel aangeeft waar je het vandaan haalt. En de tweede voorwaarde, en die is natuurlijk wat belangrijk om in de gaten te houden, dat ik wel van je verlang dat je dezelfde licentie aan het materiaal weerhangt. En dat betekent dus gelijk delen. Op het moment dat je delen van mijn presentatie hergebruikt, ga ik ervan uit dat je dat resultaat ook weer op dezelfde manier beschikbaar stelt. Goed, kort iets over mijzelf. Het meeste, eigenlijk datgene wat ik wil vertellen over mijzelf is niet zozeer in Hives te lezen, maar wel op mijn weblog. Daar zie je de URL. Dit is een oud filmpje, want inmiddels staan er wat foto's van vandaag. Je vindt daar in ieder geval ook een link, wie is Pierre Gorissen? En daar kun je zien dat ik bij Fontys Hogescholen werk, bij het team ICTO van de afdeling onderwijs. Ik werk voor een deel van mijn tijd voor Stichting Surf en ik hou me bezig met leertechnologie standaarden. Daarnaast zul je hier, nu staat de presentatie van vandaag er niet bij, maar je zult hier mijn publiek werk vinden, de dingen die ik wil delen met je. En je vindt er ook een link naar screencast en een podcast. De podcast heet de Educast. Daar praat ik wekelijks eigenlijk over de dingen die mij bezighouden, dingen die ik tegenkom. Daar kun je gewoon, die kun je downloaden, daar kun je op de website naar luisteren. En je kunt er zelfs een torrentversie van downloaden. En daar zal ik straks ook iets meer over vertellen. En zowel van de Educast, dus van de verschillende materialen die daar beschikbaar zijn, als natuurlijk van mijn ICT en onderwijswebblog, zijn RSS-feeds beschikbaar. Zodat je, als je een RSS-lezer hebt, en daar kan ik een heel uur over praten om alleen uit te leggen wat je daarmee kunt doen, maar dat je in ieder geval op de hoogte kunt blijven van wat er aan nieuwe berichten, nieuwe foto's, nieuwe podcasts daar beschikbaar komt. Nou, de disclaimer vooraf die ook in het programma staat. Ik ben geen jurist. Dat was ook de eerste wat ik tegen Millie zei toen ze me vroeg van, kun je iets vertellen over die juridische aspecten? Maar ik gebruik op mijn weblog teksten van anderen, audio van anderen, video's van anderen. En ik stel zelf ook weer teksten, audio en video beschikbaar. En dat betekent dus dat ik een gebruiker ben van heel veel van dat materiaal wat op het web te vinden is. En ook een gebruiker ben van heel veel van die toepassingen die Web 2.0 biedt. Mashups, podcasts, screencasts, al dat soort dingen. En in Nederland hebben ze een mooie uitspraak die zegt van elke burger wordt geacht de wet te kennen. En dat betekent dat je op een gegeven moment gewoon vanzelf al moet gaan kijken van, ja, wat komt er nou eigenlijk bij kijken? Ik bedoel, als je jong bent en je doet het alleen voor jezelf en het interesseert je allemaal niet, dan kun je nog zeggen van ja, kan mij dat schelen dat ik misschien nu materiaal gebruik wat ik niet mag hergebruiken of waar ik geen rechten op bezit. Maar op het moment natuurlijk dat, zoals in mijn geval, je weblog en je podcast en je werkzaamheden voor een baas steeds dichter bij elkaar komen te liggen, ja, dan moet je natuurlijk wel gaan kijken van oké, ik wil nou een muziektrack gebruiken in mijn podcast. Mag dat wel zomaar? En wat gebeurt er als ik dat ding dan hergebruik als ik dat niet mag? Nou, vanuit dat oogpunt ga ik nu het komende half uur iets vertellen. Web 2.0, het onderwerp van vandaag. Dit is een website go2web2o.net. Dit is een lijstje, dit zijn allemaal logo's van Web 2.0 toepassingen, aanbieders, websites en dergelijke. Als je een keer erachter wil komen hoeveel verschillende toepassingen er wel niet zijn, zou ik zeggen, ga daar naartoe. Volgens mij loopt hij niet eens in een loop en ik ga niet eens helemaal tot onder, te veel om op te noemen. Toch hebben al die mensen natuurlijk te maken met een heleboel wetgeving, een heleboel rechten en een heleboel plichten. Want uiteindelijk willen we niet hier terechtkomen. Voor degenen die het niet kunnen zien achterin, dit is een redelijk kale cel. Ik hoop daar in ieder geval niet terecht te komen en ik probeer natuurlijk in ieder geval erachter te komen wat ik daarvoor moet doen. Nou, dan toch dat auteursrecht. Het enige wat je daar niet mag gebruiken is het woord copyright, want dat ligt wat moeilijker. Een van de belangrijkste dingen waar je natuurlijk mee te maken krijgt op het moment dat je een weblog hebt, of zodra je met video aan de slag gaat of met audio aan de slag gaat, is het auteursrecht.
Het auteursrecht beschermt de rechten van de maker van een werk van, nou, dat heet dan zo mooi, literatuur, wetenschap of kunst. En dat is redelijk ruim, ik zal niet in details gaan, ik ben geen jurist. Maar mijn presentatie hier valt daaronder. Het feit dat ik deze presentatie hier opvoer, valt daaronder. Op het moment dat ik een audiobestand online zet, valt dat er ook onder. Dat auteursrecht geeft mij, of in ieder geval de maker van een werk, het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. En dat betekent ook dat het auteursrecht iets is waar je natuurlijk al heel snel mee te maken krijgt op het moment dat je zegt van ik neem een filmpje op van de KRO en ik ga dat op mijn website zetten. Want ik ben niet de auteursrechthebbende van dat filmpje wat ik opneem en ik kan dus ook niet zomaar gaan beslissen dat dat filmpje gepubliceerd mag worden. En waarom zeg ik die C er heel groot naast? Nou ja, omdat dat het symbool is wat we het meest herkennen als het over auteursrecht gaat. Maar die C is absoluut niet noodzakelijk. En laat ik daar in ieder geval, als ik één misverstand uit de wereld kan helpen vandaag tijdens dit half uur. Ook werken, websites, plaatjes, muziekbestanden, filmpjes, waar met geen woord gerept wordt over auteursrecht of over copyright, vallen onder dat auteursrecht. Dingen als alle rechten voorbehouden, het neerzetten van dit soort symbooltjes met een jaartal erachter, kunnen helpen om mensen duidelijk te maken dat het om een auteursrechtelijk beschermd werk gaat. Maar het feit dat ze er niet op staan, betekent zeer zeker niet dat dat niet van toepassing is. Jullie kunnen dus voortaan niet meer zeggen van, ik wist niet dat dat niet mocht. Goed. Een van de andere dingen die je natuurlijk heel vaak tegenkomt als het gaat over overtredingen tegen de auteursrecht, dan hebben we het heel vaak over termen rond piraterij. Wie weet waar het logootje rechtsboven voor staat? Ja, okay, dat is Napster. Dit is over de nieuwe versie. Ik kon de hele oude niet meer zo vinden. Napster betekende een redelijke revolutie voor een heleboel mensen. Natuurlijk, piraterij bestaat al heel lang. Al in de tijd dat die mensen nog in die boten zaten in plaats van op internet. Maar Napster en anderen, als Kazaa en eDonkey en dergelijke, maakten het heel makkelijk voor mij als gewone gebruiker. Ik installeerde zo'n programmaatje. Ik wist eigenlijk niet eens wat ik deed. Ik typte een zoekterm in en hey, voilà, ik vond een leuke film of ik vond een leuk mp3-bestand en ik kon dat downloaden. En het mooie was, als ik dat downloadde, dan stelde ik dat ook nog beschikbaar voor anderen. En ik had zelf wat muziek. Als je een keer een avond niks te doen hebt, dan kijk eens hoeveel mensen via je ADSL-verbinding thuis te vinden zijn die via Kazaa hun hele C-schijf beschikbaar stellen, omdat ze het delen. Het gebeurt helaas heel vaak. Nou, dit zijn de dingen die we natuurlijk het meest zien als het gaat over overtredingen van de auteurswet. Maar even ter verduidelijking, dat heeft verder niks te maken met dat hele peer-to-peer principe. Want peer-to-peer kan ook hartstikke legaal zijn. Ik zei, van mijn Educas stel ik ook een torrentversie beschikbaar. Wat ik daar doe, is dat ik een bestandje gemaakt heb, dat heet een torrent. In dat bestandje staat wat informatie. Die informatie geeft aan waar op het web iemand kan vinden wie dat mp3-bestandje al gedownload heeft. Nou, stel, Willem Karsenberg haalt die torrent over, haalt mijn mp3-bestandje binnen, dan staat in zijn torrent-client staat dat mp3-bestandje beschikbaar. Nou, stel dat Indira ook denkt van, oh, die Educast wil ik nou wel een keer luisteren, en die haalt datzelfde torrent-bestandje over, dan vertelt die tracker tegen de torrent-client van Indira van, oh ja, die staat daar bij Pierre op de PC, maar er staat ook een exemplaar bij Willem Karsenberg. Dus ik haal het gewoon van twee PC's tegelijk over, en dat scheelt mij weer een deel van de bandbreedte. En op dat moment zijn we allemaal aan het seeden. Dus wat je nu ziet is dat peer-to-peer, hoewel het meestal verbonden wordt aan piraterij en overtredingen van de auteurswet, gewoon een hele legale, zinvolle toepassing kan hebben. Echter, er zit een beetje een probleempje aan. Even kijken, is dat mijn volgende slide? Ja. Peer-to-peer is niet illegaal. En in Nederland is het downloaden van films en muziek eveneens niet illegaal. Als ik die opname van KRO-TV. Als ik die opname van KRO-TV online zet, dan ben ik in dit geval een overtreding van de auteurswet. Omdat ik niet het recht heb om die film aan te bieden.
Maar op het moment dat Indira die bij mij van mijn website downloadt, is zij in dit geval niet een overtreding, want het downloaden mag in dit geval. Nou, het probleem bij peer-to-peer is natuurlijk dat de meeste van die clients beide tegelijkertijd doen. Dus op het moment dat die zo'n film aan het downloaden is, dan wordt die film ook meteen weer voor anderen beschikbaar gesteld. En dat betekent dat je toch heel vaak, op het moment dat je niet met legale torrents bezig bent, daar in overtreding bent. Maar de grote vraag of zoiets als peer-to-peer en dat soort toepassingen legaal of illegaal zijn, hangt er heel erg vanaf wie is auteursrechthebbende en wat heeft die auteursrechthebbende gezegd dat je allemaal mag doen met dat bestand. Nou, soms is dat heel eenvoudig. Dit werk rust auteursrecht op, is getiteld De Draak van Niek. Nou, dit was redelijk makkelijk om hier de toestemming voor te krijgen, want ik heb aan Niek gevraagd, vind je het goed als papa een foto maakt van jouw werk en die in de presentatie laat zien? Nou, Niek is een verstandige jongen, want ik ben verantwoordelijk voor zijn zakgeld wat hij nog niet krijgt. Die vond dat allemaal prima. Dus dit ging allemaal redelijk. Ik heb het auteursrecht op de foto, hij op het werk. Gaat allemaal goed, kan ik hier nu prima gebruiken. Soms ligt het een stuk complexer. Dit is een voorbeeld van een Google Maps pagina. In die Google Maps pagina, even kijken, dan moet ik dat hiermee doen, staat hier boven een URL van een RSS feed naar Flickr. Flickr heeft een API waarmee ik informatie kan opvragen over foto's die op die site staan. En die RSS feed van Flickr bevat in dit geval coördinateninformatie. En met die coördinateninformatie kan ik automatisch die puntjes op die Google Map laten verschijnen. En als ik op zo'n puntje klik, dan verschijnt in dit geval een pop-up met daarin een foto. En die foto is door mij gemaakt en op Flickr geplaatst. Nou, je kunt hieronder al zien, dan moet ik zorgen dat ik niet klik. Hier staat copyright 2007 Google, kaartgegevens 2007 Teleatlas. En hier staat nog ergens gebruiksvoorwaarden. Als je nu dit voorbeeld wil hergebruiken, heb je dus al met een heleboel rechtshebbenden te maken. Google claimt rechten op de Maps-applicatie, maar gebruikt daarbij kaartinformatie van Teleatlas, waar zij weer een licentie op hebben. Flickr heeft de rechten op de API die ik gebruik om überhaupt die informatie bij Flickr vandaan te halen. En ik heb rechten op de foto's die ik gemaakt heb. In dit geval valt mee, het is een foto gewoon van een publiek gebouw, dus dat mag. Maar hier heb je dus opeens al met heel veel spelers te maken. En dan wordt het helder krijgen van wat mag je nou met deze combinatie van rechten, wordt een stuk moeilijker. En dat is eigenlijk de tweede boodschap die ik wil meegeven. Het niet overtreden van dit soort wetten, auteursrechtwet en dergelijke, of merkenrechten, naburigrechten, is gewoon heel moeilijk. We hebben aan de ene kant een aantal wetten, een aantal rechten. Nou, daar heb je juristen voor nodig om dat te begrijpen. Je hebt aan de andere kant een aantal uitzonderingen erop, vrijheid van meningsuiting, citaatrecht, thuiskopie. We hebben ook schijnbare uitzonderingen, want fair use is er eentje die je regelmatig tegenkomt. Vooral als je op zoek gaat naar filmpjes van mensen die uitleggen hoe auteursrecht werkt. En dan zie je van die mooie Amerikaanse filmpjes waar mensen uitleggen dat bepaalde dingen binnen fair use kunnen. Helaas, binnen het Nederlands auteursrecht kennen wij geen fair use. Dus het kan dus ook nog voorkomen dat je dus, als je op zoek gaat naar informatie van hoe doe ik het nou niet verkeerd, dan ook nog informatie tegenkomt die voor jou niet van toepassing is. En dat betekent dus dat het wel eens misgaat. YouTube, staan heel veel mooie filmpjes, heel creatieve werken. Maar helaas, Viacom was, ik weet niet meer hoeveel het waren er een heleboel, 160.000 of zo. Het waren er heel veel en ze waren het er heel erg mee oneens natuurlijk dat die daar stonden. $1 billion, de claim. Hetzelfde, Brian gaat natuurlijk in Nederland redelijk tekeer tegen peer-to-peer sites die in dit geval waarschijnlijk ook nog heel vaak torrents aanbieden van materiaal dat bij mensen staat die daar niet toestemming toe hebben om dat te verspreiden. En dit is meteen een bruggetje waar het ook misgaat, maar die iets minder te maken heeft met alleen auteursrecht. Er zijn ook wetten die natuurlijk in Nederland gelden. In Nederland is het niet toegestaan om, gelukkig niet toegestaan, om aan kinderporno te doen, ook niet eens virtuele kinderporno. Maar wat blijkt nou, deze Amerikaanse leverancier van deze virtuele wereld biedt mogelijkheden voor mensen om, ja, sorry, ik kan niet helpen, het zijn redelijke fantasieën die ze hebben om die daarna te spelen. En dan krijg je de vraag van, kan nou zo'n Nederlandse openbaar ministerie, kan die iets zeggen over wat er in zo'n virtuele wereld gebeurt? Nou, dan kom je in een gebied waar je ook al direct mee te maken krijgt als je met Web 2.0 te maken hebt. Ik zei het net al, fair use is iets wat in Amerika wel kan, wat hier niet speelt.
Op het moment dat je zoals met Second Life te maken krijgt met een Amerikaanse leverancier en Nederlandse gebruikers, wordt het opeens heel erg complex. Want de grote vraag is dan, wie is bevoegd om daar beslissing over te nemen? Nou, een paar jaar geleden alweer is Erik Stegeman aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd met de scriptie Hoe gaan rechters om met de grenzeloosheid van het internet? De URL staat onderin. Ik weet niet of je hem juist moet lezen of niet moet lezen. Want ik denk dat als je hem gelezen hebt, dat je denkt van ik ga vooral niks meer met internet doen. Want het blijkt dat er gewoon redelijk veel willekeur is met wie zich verantwoordelijk voelt. Er staan voorbeelden beschreven van een Amerikaanse krant die artikelen online zetten. In dit geval was een artikel waar iets ging over een Australische meneer. Die Australische meneer woonde in dit geval toevallig ook in Australië. Die voelde zich onjuist bejegend door wat er in dat artikel stond en stapte naar een Australische rechtbank om die Amerikaanse krant aan te klagen. Nou, de grote vraag is dan, mag zo'n Australische rechtbank daar iets over zeggen? En dat bleek in dit geval dus zo te zijn. Dus het kan ook zo zijn dat wij vanuit Nederland bepaalde diensten aanbieden. Op het moment dat wij dat ook richten op bijvoorbeeld mensen in de Verenigde Staten, loop je dus ook de kans op het moment dat je daar dingen doet die in de Verenigde Staten strafbaar zijn, dat zo iemand ook in de Verenigde Staten naar de rechter stapt. De uitvoerbaarheid van dat soort grensoverschrijdende conflicten is natuurlijk een beetje de vraag. In dit geval YouTube, Amerikaans bedrijf. In Brazilië gebeurde wat en uiteindelijk besloot een Braziliaanse rechter dat gewoon de toegang tot YouTube geblokkeerd moet worden. Je ziet hier twee van de drie deden het, grote internetproviders deden het, de derde deed het niet. In het geval van Turkije, niet veel later, gebeurde het geloof ik wat effectiever. Maar het is altijd maar de vraag of je uiteindelijk het buitenland dat kunt laten doen. Nou, dat brengt me eigenlijk bij de veiligste oplossing. Als je geen problemen wil hebben met wetgeving in het kader van Web 2.0, is er eigenlijk maar één echte oplossing. Publiceer niets op internet, maak geen gebruik van internet en al zeker niet van materialen van anderen in de vorm van mashups of social software. Gebruik geen content van anderen om eigen content samen te stellen. En zoek vooral gewoon een erkende uitgever als onderwijsinstelling en koop daar. Ja, ik had eerst staan boeken op papier, maar ik weet niet of dat echt per se noodzakelijk is. Maar dat is redelijk veilig. Wie vindt dit een uitvoerbare optie? Ik zie geen handen. Nou, dat leek me ook niet echt. Toch betekent het gewoon per definitie dat op het moment dat wij ons met Web 2.0, met internet en al dat soort dingen bezighouden, dat we dus risico lopen tussen aangestekens. Dat er altijd wel dingen kunnen zijn die we niet voorzien hebben. Nou, het alternatief is natuurlijk gewoon dat we niet in paniek moeten raken, gezond verstand gebruiken. En dat betekent ook, en ik heb op de deelnemerslijst gezien dat er bijvoorbeeld veel mediatheekmedewerkers hier zitten. Ik denk dat voor mediatheken en bibliotheken er een schone taak ligt om bijvoorbeeld docenten, studenten, mij als gewone consultant, op te voeden in dat soort dingen. Ik weet dat in de tijd dat we niet zoveel op internet publiceerden, dat je naar de mediatheek toe kon gaan en dat die even een check uitvoerde of je bijvoorbeeld qua citaten en afdracht en zo, of je daar alles goed gedaan had. Nou, zorg ervoor dat we in ieder geval daar waar dat bekend is en waar je dat kunt voorzien, dat we ons daar zoveel mogelijk aan houden. Maar ook als aanbieder, bedenk wat je vindt dat anderen mogen doen met je materiaal. Wil de materiaal op mijn weblog, maar ook deze presentatie, daar geef ik nu al van aan, van ik heb er helemaal geen problemen mee dat jullie dat hergebruiken, zolang jullie mijn naam maar vermelden. Nou, dan is het ook belangrijk dat ik dat duidelijk aangeef. Want op het moment dat ik dat wel gevonden had, maar dat niet duidelijk verteld had, dan hadden jullie voor een moeilijk probleem gestaan. Stel nou, je had wat willen hergebruiken uit die presentatie, dan had je mijn e-mailadres moeten gaan opzoeken, je had me moeten gaan mailen, je had me moeten gaan uitleggen wat je wilde doen. Dat is allemaal heel erg moeilijk. Dus je kunt dat aangeven. Dat kun je doen bijvoorbeeld door middel van een Creative Commons licentie. Voor wie is Creative Commons licentie helemaal onbekend? En moet ik wat verder toelichten? Oké. In principe, ik heb gezegd, van we hebben die auteurswet. Op het moment dat ik iets publiceer, liggen alle rechten bij mij. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is een licentie geven. Ik kan vertellen wat jullie mogen doen met dat materiaal. Nou, Creative Commons licentie is een set van standaard licenties waarbij ik eigenlijk als aanbieder gewoon kan zeggen, oké, wat vind ik dat allemaal mag gebeuren voordat ze aan mij extra expliciet toestemming moeten vragen. Ik kan bijvoorbeeld aangeven van, mogen ze het alleen in niet-commercieel of ook in commercieel verband hergebruiken? Mogen ze het alleen in ongewijzigde vorm verspreiden of mogen ze er ook wijzigingen in aanbrengen?
Naamsvermelding is een standaard eis eigenlijk die daarbij zit. Dat betekent gewoon dat ik als aanbieder toch gewoon op een schermformulier een paar keuzes te maken, een licentie kan kiezen en ik kan die licentie ook in de vorm van een URL, gewoon een door machine leesbare code, verbinden aan mijn materialen. Jullie hebben een aantal foto's gezien. Bij al die foto's op die slides stond een URL. Dat waren foto's die afkomstig waren van Flickr. Omdat ik bij Flickr bij het plaatsen van mijn foto's, ook de foto's van vandaag, kan aangeven welke licentie eraan hangt, welke Creative Commons licentie eraan hangt, betekent het ook dat Flickr het mogelijk kan maken om, als ik zoek bijvoorbeeld naar een foto van een gevangenis, dat ik niet alleen intype zoek maar op prison, maar dat ik ook kan aanvinken van laat me alleen resultaten zien waar een Creative Commons licentie aan hangt die hergebruik toestaat. Want als ik voor de voorbereiding van een presentatie als deze de eigenaar van een foto moet gaan mailen om te vragen van mag ik die foto alsjeblieft gebruiken, kost me dat veel te veel tijd. Terwijl als die eigenaar er een Creative Commons licentie aangehangen heeft die hergebruik in niet-commercieel verband toestaat, kan ik die foto gewoon gebruiken. Ik neem een link op met naamvermelding en het werkt. Daarbij moet je dus wel in de gaten houden dat veel van die licenties niet alleen rechten bevatten, maar ook plichten bevatten. Ik had de share alike, dus gelijk delen voorwaarden erbij gezet. Dat betekent dus ook dat door het gebruik van die foto's ik me eigenlijk al automatisch verplichte om deze presentatie ook onder diezelfde Creative Commons licentie beschikbaar te stellen. Omdat ik zeg, oké, ik wil die foto's gebruiken, maar de licentie van die foto's staat dat alleen toe als ik het eindresultaat, dus deze presentatie, ook onder die voorwaarden hang. Nou, er is een hele sloot van licenties. Sommige zijn vooral voor content, sommige zijn ook vooral voor software, andere voor documenten. Het is handig voor onderwijsinstellingen, voor eigenlijk iedereen die content publiceert, om je gewoon die vraag te stellen, wat vind ik zonder meer dat mag, en dat dan ook te doen. Ik noemde daar straks het voorbeeld, de Stichting Surf versus Digitale Universiteit. Beide publiceren heel veel materiaal, rapporten en dergelijke. In beide gevallen zijn die rapporten zo te downloaden van de website. Bij Stichting Surf staat erop copyright en dan een jaartal Stichting Surf alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van. Terwijl het doel van Stichting Surf natuurlijk is dat die materialen zoveel mogelijk verspreid worden. Nou, bij de Digitale Universiteit, toen ze nog bestonden, hebben ze dat omgedraaid. Gewoon gezegd van wij geven gewoon aan dat je deze documenten in ongewijzigde vorm zo mag verspreiden. Het idee is hetzelfde, het is alleen explicieter gemaakt. Ja. Deze dus. Okay. Een tweede om je te realiseren is, als Web 2.0 iets aangetoond heeft, is dat er heel veel geld te verdienen is met gratis. Ik weet niet wie hier een betaald Google mail account heeft, of een betaald Hotmail account, of een betaald Yahoo account. Dat is allemaal gratis. Hetzelfde geldt voor die kaarten. Ook bij Flickr en dergelijke kun je materiaal online zetten. Het voordeel van dit soort dingen gratis aanbieden is dat je ook niet heel moeilijk hoeft te gaan doen met het beschermen van de kopieermogelijkheden van dat soort dingen. Als ik nu zei van ja, ik zet foto's online, maar iemand mag alleen die foto's downloaden op het moment dat ik daar 10 eurocent per foto voor krijg. Dat betekent dus dat ik ervoor moet gaan zorgen dat alleen die mensen die mij die 10 eurocent betalen toegang krijgen tot die foto. En ik moet heel hard in de gaten gaan houden wie kopieert die foto nou allemaal. Terwijl als ik zeg van ik stel die spullen beschikbaar en als ik consultant ben bij een bedrijf, dan zie ik dat wel terug omdat mensen mij dan vragen voor opdrachten. Dan hoef ik me dus geen zorgen te maken over de beveiliging van die foto's en kan ik toch geld verdienen. En deze laatste, bedenk goed wat en wie je wil bestrijden. Hoe zat ik in de tijd? 5 minuten, oké. Een van de dingen die je heel veel ziet met Web 2.0 is dat het ook ertoe leidt dat mensen heel specifiek voor bepaalde technische toepassingen extra regels willen gaan stellen. Virtuele kinderporno was gewoon strafbaar, niet toegestaan. Dan gaan we dat nu ook nog doen voor Second Life. Je ziet ook bijvoorbeeld het aantal scholen waar nu de discussies lopen over moeten wij mobieltjes met fototoestellen erin gaan verbieden. Nou ja, het maken van foto's in de niet-openbare ruimtes is sowieso alleen maar toegestaan op het moment dat jij daar toestemming voor gekregen hebt. Dus daar bestaat al wetgeving voor. En als ik het dan heb over dit gaat natuurlijk mis. Niet deze. Als ik het heb over zorg dat je die dingen bestrijdt die je wil bestrijden. Dit filmpje.
En dan zal hij natuurlijk niet willen afspelen. Oké, lang leven Flash. Hij gaat wel in mijn browser, hè? Oké. Nee, hij wil hem met Flash openen. Oké, doe er verder even niet toe, want het is voor die persoon die in het filmpje staat misschien ook niet zo fijn. Dat had ik natuurlijk eerder moeten bedenken dan voordat ik hem wilde gaan demonstreren. Ik doe ook mijn best om me zoveel mogelijk aan de regels te houden, maar ik kan ook absoluut niet garanderen dat ik me er altijd aan hou. Oké, het is een filmpje. Als je op YouTube googelt naar Drenthe College, Willem weet nu meteen welk filmpje ik bedoel, dan vind je hem zo. Het is een filmpje wat studenten gemaakt hebben. Deze. Studenten gemaakt hebben van een conciërge die op het dak zat. Die had een ladder gebruikt om het dak op te komen. En ze hadden de ladder weggehaald. En die beste meneer probeert er vanaf te klimmen. En die valt dus gewoon van het dak af. Studenten hebben daar een filmpje van gemaakt, plaatsen dat op YouTube. Het probleem hier is natuurlijk niet dat die studenten dat filmpje gemaakt hebben met een cameraphone. Ik heb mijn telefoon daar laten liggen. Ja, daar zit ook een camera in. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon een fototoestel bij me waar dat soort filmpjes in zitten. Het gaat er natuurlijk erom dat je die dames en heren die zo'n filmpje maken natuurlijk gewoon heel erg aan hun verstand moet peuteren. Dat je gewoon punt 1 zo'n ladder niet weghaalt. En punt 2 dat er gewoon helemaal niks lolligs is aan het online zetten van zo'n filmpje waar zoiets gebeurt. De titel van van deze sessie heette verboden aantekeningen te maken. Dat verwijst naar een bericht wat ik geplaatst op mijn weblog over een actie van de Universiteit Tilburg, waarbij ze zeiden van studenten aan de rechtenfaculteit die audioopnames voor eigen gebruik wilden maken van colleges, moesten daar vooraf toestemming vragen aan de student. En dan denk ik van, de redenatie erachter was dat tot dat moment, voordat er regels waren, het zomaar mogelijk was dat, net ging er wat mis. Nou, stel nou voor, oh jee, het staat online. Ik wil niet dat dat zomaar online kan komen, dat er iets misgaat tijdens mijn les. Dus vind ik dat iedereen daar zomaar toestemming voor moet vragen. Aan de andere kant, het gaat er hier niet om dat iemand een opname maakt. Want als Willem daar eigen opnames zit te maken achter de cameraman, voor eigen gebruik, dan is het veel minder erg als ik hier nou toevallig een flater sla, dan wanneer dat meteen online gestreamd wordt. En daar zul je dus regels op moeten maken. Dus je zult moeten zeggen van, wij staan gewoon niet toe dat je dat soort materiaal online zet. Of als je het materiaal online zet, dan willen we er wel iets over te zeggen hebben. Maar niet zomaar. Oké, en daar wil ik het voor laten. Zijn er vragen? Oh, het werd heel stil. Een vraag. Wij maken veel webapplicaties voor het onderwijs. Dan kiezen wij plaatjes van internet. Mm-hmm. Ja, als ik uw betoog goed volg, dan mogen wij dat dus niet zomaar hergebruiken. De kans is heel groot dat als u plaatjes zomaar vindt en u gaat die hergebruiken in een applicatie, dat inderdaad niet helemaal zo is zoals het zou horen. Omgekeerd is wij hebben daar geen praktische oplossing voor gevonden. Want wij kunnen al heel vaak de rechthebbenden niet eens achterhalen. Nee, het probleem is natuurlijk van hoe ver wil je daarin gaan. Maar wat doet u met de applicaties die u maakt? Zijn die gewoon voor gebruik binnen uw instelling of gaat u ze commercieel uitbaten? Of? Nee, ze zijn voor gebruik binnen de instelling. Ja. Maar de druk om die ook van buiten toegankelijk te maken, bijvoorbeeld met een grotere groep te delen, die is wel groot. Ja. Nou, kijk, oplossingen daarvoor zijn, en natuurlijk vergeet ik op dit moment de naam van het project. Er is een project geweest binnen de mbo-wereld, waarbij gewoon een aantal mbo-scholen zeiden van, oké, we gaan gewoon bedenken waar we allemaal foto's van willen hebben en videomateriaal en dergelijke. En wij huren gewoon een fotograaf in, en dat kunnen we met 3 of 4 scholen kunnen we dat best doen. En die laten we al die foto's maken. En dan weten we in ieder geval dat we de foto's hebben die we willen hebben. We maken daar een groot archief van en daar regelen we de rechten van. Er zijn natuurlijk wel manieren om het beter te regelen. Een van de dingen die ik ook denk is dat wij als onderwijsinstellingen natuurlijk ook een belangrijke taak zouden hebben om het materiaal wat wij wel hebben en waar wij wel die rechten van hebben, om dat in ieder geval op een manier beschikbaar te stellen waarop andere onderwijsinstellingen daar gewoon zonder al die problemen gebruik van kunnen maken. Want als wij het al niet eens bereid zijn om met elkaar te delen, hoe kunnen we dan van al die anderen dat wel verlangen dat ze dat gewoon zomaar beschikbaar stellen? Maar in principe, de kans is groter dat het niet mag, wat u dan doet, dan dat het wel mag. Heeft u een praktische oplossing hiervoor?
Nou ja, volgens mij heb ik er daar net twee van genoemd. Je kunt ervoor zorgen dat je zelf een collectie aanlegt van materiaal. Er zijn natuurlijk ook wel collecties die je kunt inkopen. We hebben dat voor muziek wel al gedaan. Dat we gewoon cd's inkochten met muziek. Waarbij je eenmalig een op zich nog wel acceptabel bedrag betaalde. En dan mocht je gewoon die muziek gebruiken. Of je kunt er laten voor zorgen van, ja, maar dat is meer een lange termijn oplossing. Dat door zelf dat materiaal ook beschikbaar te stellen. Dat gewoon de hoeveelheid materiaal waar expliciet van aangegeven is wat je ermee mag. En die je dus ook zo kunt hergebruiken. Dat die daardoor groeit. Oké, maar u kent al die stront eigenwijze docenten. Die plukken gewoon hun eigen foto's overal vandaan. De hooi in het gras. En of ze maar eventjes in de lesmodule kunnen worden ingebouwd. En dat is de praktijk. Ja. Ik weet niet of ik het plaatje van die gevangenis nog heel snel kan laten zien. Ook dat is praktijk natuurlijk. Het punt is, je weet natuurlijk dat je op een tijdbom zit. Want als je gewoon zegt van oké, het is nu praktijk en dus doen we er gewoon niks aan. Dan weet je dus dat, nou ja, het zal niet 1 biljoen dollar zijn zoals bij YouTube. Maar dat was natuurlijk gewoon wachten tot het moment dat er een grote partij zei van, nou, wij hebben genoeg middelen om een grote rechtszaak aan te spannen. En ze zijn net opgekocht door Google voor, 1,65 miljoen. Dus daar zal wel geld te halen zijn. Nou ja, dan op een gegeven moment komt er iemand achter je aan. Oké, dank u wel. Okay. Andere vragen? Willem, even een online vraag. Ja, Pierre. Twee van Hans Misterum. De eerste. Hoe weet ik nu wat ik wel en niet mag als er geen copyright of zoiets bij staat vermeld? En zijn tweede vraag is, ik doe er gelijk even achteraan. Of wil je hier eerst op ingaan? Ja, ik weet niet in hoeverre ze samenhangen, maar ik wil die eerste wel. De tweede vraag is, hoe zit het met de rechten van werk van studenten in de huisomgeving van Indira? Dat is wel grappig, maakt een mooie koppeling. Het zijn twee losse vragen. Oké. Mijn uitgangspunt, dat was wat ik net ook vertelde bij Flickr. Op het moment dat er niet op staat wat ik er wel mee mag, ga ik ervan uit dat ik er niks mee mag. En bedoel, ik heb ook wel eens muziek gedownload en ook nog wel met peer-to-peer. Soms heb ik ook nog wel eens foto's hergebruikt waarvan ik dacht van dat mag niet. En ik neem ook wel eens wat op van tv, al zet ik dat niet meer online. Maar als er niet staat wat je er wel mee mag, weet je dus dat je bijna niks tot niks aan mee kan. Het enige wat je dan zou kunnen doen, op het moment dat je weet wie de rechtshebbende is, en bij plaatjes valt dat nog wel mee, dan kun je nog wel redelijk makkelijk zeggen, oké, ik wil dat plaatje per se hebben. Ik mail die persoon en vraag even toestemming. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg ook nog wel eens mailtjes om materiaal te hergebruiken waar dan wel een Creative Commons licentie op zit. Dus zelfs dat helpt niet altijd. Maar voor de rest, ja, vanaf blijven. Dat is de enige oplossing. Voor studenten, maar ik zie dat Indira een microfoon heeft, dus microfoon, die mag dus Indira veel beter. Ja, ik wilde daar inderdaad even op reageren. De studenten die materiaal op Hive zetten, die hebben dus een eigen Hive gemaakt, maar die zijn besloten. Daar zitten alleen de studenten zelf in en ik. Ja. Dus niemand kan daarbij komen. Oké, dat is al Hans. Overigens een aanvulling daarop. Het is natuurlijk ook zo dat er al heel veel geregeld is. Surf heeft onlangs een website geopend voor auteursrecht, waar het dan vooral gaat over het auteursrecht op wetenschappelijke publicaties die beschikbaar gesteld wordt, met bijbehorende licenties, met bijbehorende veelgestelde vragen en dergelijke. In het voortgezet onderwijs hebben we, was het EduBlik, wij hebben in het hoger onderwijs Academia en dergelijke. Ik bedoel, er wordt ook op videomateriaal en dergelijke wordt er al heel veel geregeld, waarbij gewoon heel duidelijk licenties afgesproken zijn. Belangrijk verschil, denk ik, tussen het Web 2.0 verhaal en dat soort dingen, is dat het hier veel meer inderdaad, ja, die ene individuele docent of die individuele student is. Het aantal mensen wat ermee te maken krijgt, wat met het materiaal aan de slag gaat, neemt ontzettend veel toe. En de bereidheid om dan inderdaad te proberen te ontdekken hoe al die regeltjes zitten, wat nou wel mag en wat nou niet mag. En ja, zeker als je de inspanning vergelijkt tussen van, ja, ik wil gewoon een presentatie maken, het kost me al voldoende tijd om het verhaal te verzinnen, moet ik nou ook nog al die rechten gaan regelen? Ten opzichte van, als een publieke omroep een programma maakt, ja, dan punt 1 hebben ze gewoon mensen in dienst die absoluut weten hoe ze moeten regelen. Ze hebben al die ingangen. En ze weten natuurlijk ook gewoon van, dat hoort gewoon bij de normale productie. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil is. Dat wij nu opeens degene zijn die dat moeten gaan regelen. Oké. Een vraag van Fred Zelders. Rijkt de Creative Commons wereldwijd? Anders gezegd, zijn er landen die al gezegd hebben dat ze het aan hun laars lappen?
Dat laatste weet ik niet. Het is wel zo dat voor Creative Commons zijn er in ieder geval vertalingen in heel veel verschillende talen, ook in het Nederlands. Een van de links die in het programma staan heeft betrekking op een rechtszaak die Adam Curry aangespannen heeft in Nederland. Waarbij die zei van, ik heb foto's staan op Flickr. Die staan alleen niet commercieel gebruik zonder expliciete toestemming toe. En ik ben even vergeten of het Story was of een andere blad. Maar er was een blad wat gebruik gemaakt had van die foto's in commercieel verband zonder hem daar toestemming voor te vragen. En de discussie is nog wel geweest van, had hij nou gewonnen of verloren? Want de hoeveelheid geld die Story moest betalen was heel laag. Maar het belangrijkste in dat geval was eigenlijk dat de rechter gewoon zei, het feit dat Adam Curry er een Creative Commons licentie aan verbonden had, gaf gewoon nog een keer expliciet aan dat dat commercieel gebruik niet toegestaan was. Overigens, mijn conclusie is dan, als hij nou helemaal geen licentie eraan gehangen had, dan had Story daar ook verder niks mee mogen doen. Maar ze konden dan niet eens meer claimen van, we dachten dat het gewoon publiek domein was. Of ja, we dachten dat het zomaar mocht. Hij heeft nou expliciet aangegeven van, dit is iets wat mag. En alle andere dingen moet je expliciet toestemming voor vragen. Oké, nog een noodkreet van een grote hbo-instelling uit het zuiden van het land. Hoe krijgen wij docenten en onderwijsinstellingen zover dat ze al hun materialen als cc beschikbaar stellen? Moeten we dit verplichten of alleen docenten aannemen die dit willen? En willen wij wel alles binnen het onderwijs onder een cc-licentie klaarmaken? Dat is een hele gevaarlijke, want dat brengt me op een gebied waar ik natuurlijk ook nat kan gaan. En ik zal hem kort proberen te houden. Voor hbo-instellingen is het namelijk zo dat in de hbo-cao er een bepaling staat die nog een keer benadrukt dat wat een docent produceert, dat het gewoon binnen de arbeidsrelatie valt. En dat is een van de dingen die in de auteurswet ook geregeld zijn. Als iemand in dienstverband iets produceert, dan komt het auteursrecht toe aan de baas, dus aanstekers. Nou, bij een hbo is het zo dat op het moment dat ik iets voor zo'n hbo in het zuiden van het land produceer, als docent, dat ik in het kader van de wet niet de maker of degene ben die dat auteursrecht daarop heeft, maar dat mijn baas is die een paar niveaus hoger zit. Dus een van de eerste dingen die de hogescholen zullen moeten regelen is dat ze überhaupt toestemming geven aan docenten dat ze dat soort materialen in bepaalde situaties ook onder zo'n Creative Commons licentie beschikbaar stellen. Nou, ik denk dus dat je wat dat betreft sowieso van bovenaf kunt beginnen. Dus colleges van bestuurs, directeuren van dat soort instellingen zullen helder moeten maken dat ze dat belangrijk vinden. Gewoon ook vanuit de maatschappelijke functie die zo'n hogeschool of een universiteit heeft. En dan daarnaast van onderop, zorg ervoor dat bijvoorbeeld die foto's, dat daar al een Creative Commons licentie aan zit. En zeg gewoon van luister, we hebben hier een hele grote bak materiaal. Daar kun je uit putten. Maar de voorwaarde is wel dat het materiaal wat jij daarmee maakt onder diezelfde voorwaarden beschikbaar gesteld wordt. Nou, dat kun je niet afdwingen. Ik ben ook docent geweest. Ik ken ook de verhalen van docenten die blijven op hun materiaal zitten. Van de andere kant denk ik, en dat is de laatste dan, zorg ervoor dat die docenten ook gewoon die credits kunnen krijgen van het materiaal wat ze beschikbaar stellen. Als ik dingen op mijn weblog zet, het telefoontje over van wil je hier iets komen vertellen, had te maken met van ja, ik zie op jouw weblog dat je dat soort dingen vertelt en dat soort dingen vertelt en je bent daarmee bezig. Dan heb ik er dus ook voordeel van dat ik dat soort materialen deel. En zorg er ook voor dat docenten dat soort dingen kunnen doen. En dan geloof ik best dat ze dat ook willen.